Jodio mensen van Dagelijks HD. Welkom op deze fantastische dag waarin Milan Knol jarig is. Yay! Vorige week hebben wij een goocheltrucje gedaan waarin ik water ging laten veranderen in ijs. En zoals velen van jullie misschien wel konden zien, ben ik een grote amateur wat betreft goochelen. Maar ik heb een nieuwe goocheltruc geleerd, jongens. Let op. Ik ga deze video door middel van een klap ga ik in één keer beter laten worden. Ben je er klaar voor? Daar gaan we. 3, 2, 1... Zo, wow, hoe is dat toch gelukt? Ik vind het ook in deze veel betere video zo. Maar goed, hier hebben we voor ons een YouTube kanaal genaamd Goochelaars Ontmaskerd. Dat was namelijk een serie op de televisiebuis. Waar niemand toch tegenwoordig meer naar kijkt, want iedereen kijkt toch YouTube. Uit het jaar 2008. En ik kan me nog wel herinneren dat ik hier vroeger naar keek. Dat vond ik vroeger heel erg interessant. Want hier staan zeg maar een van de grootste goocheltrucken in. Uit de geschiedenis van dat jaar. En dat was een bepaalde goochelaar. Die dat allemaal had ontmaskerd. En dan ging die heel ironisch met een masker op. Ging laten zien hoe die trucjes werkten. Nou leek het me heel leuk om naar een klassieker te kijken. Dat er een vrouw is die zweeft. En dat er dan een hoepel door haar heen gaat. En dan gaan we kijken voordat hij uiteindelijk vertelt hoe die truc moet. Of wij al kunnen raden hoe die in elkaar zit. Of wij misschien de goochelaar zou kunnen ontmaskeren. De grootste mysteries worden eindelijk ontrafeld. In Goochelaars Ontmaskerd. Oh mijn god. Dat is de goochelaar ontmasker. Holy shit. Nou, wat een prachtig mooie intro. Vandaag onthult de gemaskerde illusionist hoe hij een schone slaapster laat zweven zonder verborgen kabels. Ik heb de... Kijk, als je dat alleen ziet tot nu toe, dan denk je echt... What the fuck? Ja, net als in dat filmpje met Jeroen. Gewoon echt gewoon... Hoe dan? Tuurlijk zit er een truc achter. Maar wat? Daar ben ik nog niet onderuit. We gaan even verder kijken. Hoe hij zijn assistentes laat verschijnen in een afgesloten glazen cabine. Dat is wel een mooi assistenten. Hoe hij een dame spietst op een levensgevaarlijk ogende ijzeren lans. Wait, what? De meest onwaarschijnlijke illusie van allemaal... Hoe hij de wetten van tijd en ruimte tart. Met de deur naar een andere dimensie. Wow. Extreem. Dat en nog veel meer. Nu bij Goochelaars Ontmaskerd. Wow. Nogmaals, hoe ik in de intro heb gezegd. We gaan eerst kijken naar deze truc. Hoe een zwevende vrouw. Hoe dat werkt met een hoepel er doorheen. We gaan lekker koenkeloeren. Hoe die truc in elkaar zit. Als eerste laat de illusionist een klassieke illusie zien. Die al vaak op tv en bij live optredens overal ter wereld te zien is geweest. Oké, we gaan eens een voorproefje krijgen. Ook best, want ik zie twee hele mooie dames. Zijn assistentes doen een dansje. Past om ons af te leiden. Ik ben me afgeleid. Ja. De illusionist roept er nog een assistente bij. Is die ook mooi? Ja. Hallo. Hallo, assistenten. Ja. Je bent wel een sexy mooie assistenten. Ja. Ze klimt op de stoel en gaat op een plank liggen die op twee andere stoelen rust. Maar er ligt altijd een kleed boven, dus dan klopt er al iets niet, hè? Er komt nog een assistent erbij. Jee, hoeveel assistenten komen er altijd niet bij? Straks zie ik echt uiteindelijk zijn we echt gewoon 3 minuten verder in de video. Staan er echt gewoon 20 mooie dames daar. Ja, dit is geen goocheltruc. Dit is een andere soort opname, jongens. Een 18 plus opname. Nou, wat doet onze vriendelijkste assistent dan? Die haalt gewoon de stoel weg. Die andere twee die ernaast stonden, konden hem ook best wel weghalen. Maar oké, maar niet. De illusionist brengt zijn assistenten in trance. Terwijl de andere assistentes haar in een laken wikkelen dat van de plank naar beneden hing. Ja, dat vertrouw ik al niet. De illusionist staat op een verhoging, zodat zijn magische trucs goed te zien zijn. Ah ja, tuurlijk. Dat zou ik ook altijd zeggen. Oké, zij is in een deken gewikkeld. Oké, dit is de truc waar ze dus omhoog gaat. En illusionisten zijn niet gek, want er lijken wel bepaalde dingen tussen zitten als een kleed. Waarom heb je dat dan? Dat is meestal om dingen te verbergen. De truc zit zeg maar steeds onder iets. Iets verstopt wat jij dus niet kan zien. En ik denk dat sowieso deze truc te maken heeft met dat kleed. Dus dit is onder dat kleed. Ik denk allemaal jetpacks die haar zeg maar omhoog duwen, zeg maar. Onzichtbare jetpacks en die haar zeg maar omhoog krijgen. Ik denk dat dat de oplossing is. Hij zwaait met zijn handen en zijn assistent komt omhoog. What?
What the fuck? Zijn andere assistentes verwijderden de stoelen waar de plank op rustte. Oh, ik weet het al. Ze nu in de lucht. Ik weet het denk al. Ik denk even verder na, hè. Kijk, hij staat op die verhoging. Die verhoging is er niet, zeg maar zelf. Want dat is gewoon een bepaalde constructie. De constructie gaat, zeg maar, achter hem langs. Achter die van de illusionist. Dan heb je twee van die stangen, zeg maar. Dat het een soort van lift is, weet je wel. Die het ding omhoog en naar beneden trekt. Denk ik in ieder geval. Dat denk ik. Dat is mijn theorie nu. Langzaam zweeft ze verder omhoog. Ik vertrouw dat me nog niet even. Nou, nee. Hij staat wel aardig kaarsrecht. Op een teken van de illusionist brengt een van de assistentes een stalen hoepel. Is dat ook een nieuwe? De illusionist laat de hoepel één keer over zijn assistenten gaan om te bewijzen dat er geen kabels zitten. Huh? Oké, maar nu is mijn theorie weg. Want ze kwam met een ijzeren hoepel aan. Dus die zat er als het goed is nog niet aan vast. En ze gaat er wel doorheen. Dus dan kan ze niet dwars door die buis heen. Die, zeg maar, dat ding omhoog en naar beneden trekken. Oh man. En hij heeft er nu ook voor zijn borst staan. Dus dan is hij sowieso door die stalen dingen heen. Die dat ding omhoog en naar beneden doen. Die soort lift. Ik wil dat nog steeds daar iets mee is. Alleen ik weet nog steeds niet hoe. Nu door die hoepel ben ik het kwijt. Ze zweeft op miraculeuze wijze in de lucht. Miraculeuze wijze. Voor de zekerheid haalt hij haar nog een keer door de hoepel. Ja. Dan neemt de assistente de hoepel mee. Ja. Doei assistente. Dat is zo raar. Nu beveelt de illusionist zijn assistente weer omlaag te zweven. What? What the fuck? Dit is ongelofelijk. Er zijn geen kabels te zien. Nee, dat klopt. Maar, misschien wel een liftsysteem. Want de illusionist staat wel aardig stil met zijn pootjes. Hij vraagt zijn twee assistentes de stoelen terug te brengen. Ze zetten ze onder de plank, net voordat hij helemaal beneden is. Mm-hmm. Is het de stoelen ook een beetje rikt zijn als ik weet niet wat? Het laken wordt teruggeslagen. Ja, en dat laken wordt... dame. Ja, die nee. Kan zweven. Ja, maar weet je, dat laken wordt niet voor niks daar neergezet. Om natuurlijk dingen te laten verstoppen erachter. Dat heb ik al door, hoor. Ik denk dat er iets achter het laken nu zit. Wat hij, zeg maar, daarna had gebruikt om die chick omhoog te gooien. En nu dat weer achter daar laat verstoppen, zodat uiteindelijk achter het kleed weg kan lopen, de illusionist. Ik vind het wel interessant. Ik wil echt weten hoe dit gaat. Normaal gesproken ben ik iemand die dat niet echt heel erg boeit. De truc moet voor mij altijd het geheim blijven, om het leuk te houden. Maar nu wil ik het ook gewoon weten ook. Het antwoord ligt voor ons, we gaan kijken. Hoe liet de illusionist zijn lieftallige assistenten zomaar zweven? Ja, dat vraag ik me ook af. Kijk maar. Kijk. Aan het begin van de illusie wordt de plank ondersteund door houten stoelen. Ja. De assistente neemt haar positie in en wordt in een laken gewikkeld. Dat klopt. Dit laken verbergt het eerste geheim. Tje, dat kalde ik, dat er iets achter het laken zat. Ik kalde het, oké. Het verbergt een stalen mechanisme dat de plank omhoog houdt. Ik zei het je! De stoelen zijn maar voor de show. Ik zei het je! Zonder laken zie je het mechanisme dat de plank en de assistente omhoog houdt. En als die illusionist ervoor gaat staan, als de illusionist achter zijn assistente op de verhoging stapt, verbergt zijn lichaam het mechanisme. Ik zei het je! Ik maar zei het je! Hoe laat hij haar omhoog zweven? Het platform herbergt het volgende geheim. Er zit een elektrische motor in die is verbonden met een hydraulische zuiger. Dat kalde ik dus ook. Krachtig genoeg om de assistente te dragen. Dat kalde ik. Het mechanisme zit vast aan de zuiger die de plank omhoog beweegt. Dat kalde ik ook. Het stukje tapijt op het platform bevat het volgende geheim. Wat? Er zitten twee knoppen onder de bekleding. What the fuck? Als de illusionist zijn krachten oproept om zijn assistenten te laten zweven, kan je zet hij gewoon de motor aan. En met de ene knop gaat de zuiger omhoog. Oh, cool. Okay, maar en met de andere omlaag. Oké, maar tot nu toe heb ik dit allemaal gekald. Alleen het enige wat ik niet kon raden, was met die hoepel. Hoe krijgt hij die hoepel daar doorheen? Dat is mijn enige vraag. Oké, kom op. I wanna know. Dit is het enige wat ik wil Als weten. Als de plank vastzit aan het mechanisme, hoe kan de illusionist dan twee keer een hoepel om haar heen halen? Ja, dat weet ik dus ook niet. Het geheim zit hem in het ontwerp van het stalen frame. Oké. Deze S-vormige buis zit vast aan de plank. Ja. De eerste keer schuift de illusionist de hoepel langs de binnenkant van de S-vorm. Oh, dan doet hij dus twee keer. De tweede keer schuift hij het deel van de hoepel dat in de S-vorm zat terug via de andere kant. Mind blown! En zo komt de hoepel weer los. Oh, dus daarom deed hij twee keer. Helemaal te zijn rondgegaan. Oh. Een goed geplande choreografie is eigenlijk alles wat je nodig hebt om deze truc uit te voeren. Dankzij de hoepel raakt de kijker ervan overtuigd dat er geen onzichtbare kabels zijn en dat zijn assistenten
op magische wijze zweeft. Oké, dat was het echt enige wat ik niet kon raden. Dat was sowieso de hoepel. Daardoor was heel mijn theorie naar de knoppen wat ik eerst had. Dus dat hele praatje met, ja, hij doet het de tweede keer om het extra te bewijzen. Was dus gewoon puur om ons in de maling te nemen dat hij zijn grote dingen heeft gedaan. Ik ben het helemaal zat met jullie illusionisten. Damn, ouwe. Deze truc is sick. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Nou, ik vind het in ieder geval altijd super interessant, deze goochelaars ontmaskerdheid dingen. Er zijn hier in ieder geval heel veel afleveringen van. Genoeg om er samen naar te concluderen met extreme stunts. Zoals in een doos zitten en dat er allemaal zwaarden in worden gestoken. Als je nou benieuwd bent, laat het eventjes weten met een duimpje omhoog. Gaan we misschien volgende week eventjes gezellig naar kijken. Dan bedank jullie voor het kijken naar deze video. Klik dan hier voor een andere video en daaronder op ons te abonneren op Dagelijks AD. We hebben al bijna de 2 miljoen abonnees. En tot de volgende video. Later.